De wegenwerken zijn hier al meer dan 30 jaar in de planning. De werken en de plannen moesten af zijn tegen, de plannen moesten af zijn tegen 2020. De werken moesten begonnen zijn in 2020. Door omstandigheden is dat allemaal een beetje op de lange baan geraakt. Maar nu zijn we er eindelijk aan begonnen. De werken aan de Waregemseweg verlopen in verschillende fases. Eind maart is fase 1 van start gegaan en intussen is de aannemer al aan de volgende fase begonnen. Die zal nog tot aan het bouwverlof duren. Het zijn dan ook ingrijpende werkzaamheden. Het wegdek wordt volledig vernieuwd. Er komt een gescheiden rioleringsstelsel onder. Het fietspad wordt vernieuwd. Het wordt verbreed en verhoogd aanleggend aangelegd. De herinrichting verloopt in 7 fases en zal nog tot de zomer van 2024 duren. Tijdens die periode zal dan ook de verkeerssituatie regelmatig veranderen. Ja, want op de website hebben wij een mooi overzicht van de werken en een goed overzicht van de te gebruiken omleidingen. Die enerzijds omleiding voor het lokaal verkeer en dan een wijdere omleiding voor het doorgaand, het zwaarder verkeer.